Als u dorst hebt, hier staat water. We zongen net Tel uw zegeningen. Ik was in Israël en toen deed een gids zijn uiterste best om ons te vertellen wat een tel was. Dat was een stad en die was verwoest. En daarna weer met een shovel wat gelijk gemaakt en daar wat zand in gestrooid en er werd er weer op gebouwd. En dan werd hij later door een koning weer verwoest en dan werd hij weer een beetje geëgaliseerd. Er kwam er weer wat zand bij en er werd er weer op gebouwd. En op een gegeven moment ontstaat dan een tel. Tel Megiddo bijvoorbeeld, daar gebeurde dit wat ik nu net zei. En toen vroeg die gids mij, hebben jullie in Nederland ook een tel? Ik zei, ja, die hebben we ook, ja. Tel uw zegeningen. Ja. Steeds hoger. Komt steeds een laag bovenop. Daar gaat het vanavond niet over, maar ik word even kwijt. Richteren hoofdstuk 1. Ik ga het eerst lezen met u uit de herziene Statenvertaling. U mag uw eigen vertaling houden. U hoeft van mij geen andere Bijbel te kopen. Beslist niet. U moet maar een Bijbel gebruiken waar u het fijn vindt om te lezen. Het gebeurde nu na de dood van Jozua dat de Israëlieten de Heere vroegen, wie van ons zal het eerst optrekken tegen de Kanaanieten om tegen hen te strijden. En de Heere zei, Juda zal optrekken. Zie, ik heb dat land in zijn hand gegeven. Toen zei Juda tegen zijn broer Simeon, trek met mij op naar het gebied dat mij door het lot toeviel. En laten wij tegen de Kanaanieten strijden. Dan zal ook ik met u optrekken naar het gebied dat u door het lot toeviel. Zo trok Simeon met hem op. En Juda trok op en de Heere gaf de Kanaanieten en de Ferezieten in hun hand. Ze versloegen hen bij Bezek 10.000 man. Ze troffen Adoni Bezek in Bezek aan, streden tegen hem en versloegen de Kanaanieten en de Ferezieten. Adoni Bezek vluchtte echter, maar ze achtervolgden hem, grepen hem en hakten hem de duimen van zijn handen en zijn grote tenen af. Toen zei Adoni Bezek 70 koningen van wie de duimen van hun handen en hun grote tenen afgehakt waren, zaten onder mijn tafel en raapten de kruimels op. En zoals ik met anderen gedaan heb, zo heeft God mij vergolden. En ze brachten hem naar Jeruzalem en hij stierf daar. De Judeërs hadden namelijk tegen Jeruzalem gestreden, het ingenomen, de inwoners met de scherpte van het zwaard gedood en de stad in brand gestoken. Daarna waren de Judeërs afgedaald om tegen de Kanaanieten te strijden die in het bergland, het zuiderland en het laagland woonden. Vervolgens trok Juda op tegen de Kanaanieten die in Hebron woonden. De naam van Hebron was vroeger Kiriat Arba. Ze versloegen Sesai, Achiman, Talmai. En daar vandaan trok hij op tegen de inwoners van Debir. De naam van Debir was vroeger Kiriat. Het woord Kiriat betekent stad of dorp. Stad Sefer, stad van de boeken. Kiriat Arba, dat was de stad van Arba. Dat is een reus. En Caleb zei, wie Kiriat Sefer zal verslaan en het zal innemen, die zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Othniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, dus Caleb had een broer die heette Kenas en die had weer een zoon die heette Othniel, die jonger was dan hij, nam de stad in en hij gaf hem Achsa, zijn dochter, tot vrouw. En het gebeurde toen zij bij hem, dat is niet helemaal helder, kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Toen zij van de ezel afsprong, zei Caleb tegen haar, wat is er met je?
Daarop zei ze tegen hem, geef mij een zegen. Omdat u mij een dor stuk land gegeven hebt, geef mij dan ook waterbronnen. Toen gaf Caleb haar hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. De nakomelingen van de Keniet, de schoonvader van Mozes, trokken met de Judeërs op vanuit de palmstad, Jericho dus, naar de woestijn van Juda, die in het zuiderland van Harad ligt. Ze gingen erheen en woonden onder het volk. En Juda trok met zijn broer Simeon mee en zij versloegen de Kanaanieten die in Sefat woonden en sloegen het met de ban. En men gaf de stad de naam Horma. Verder nam Juda Gaza met zijn gebied, als ook Askelon met zijn gebied en Ekron met zijn gebied. Dus de hele Gaza-strook vandaag. En de Heere was met Juda zodat hij de bewoners van het bergland verdreef. Het lukte hem echter niet de bewoners van het dal te verdrijven, omdat ze ijzeren strijdwagens hadden. En ze gaven Hebron aan Caleb, zoals Mozes gesproken had, en hij verdreef vandaar de drie zonen van Enak. En die namen die hadden we al, Ahiman en zo, Sesai. Maar de Benjaminieten hebben de Jebusieten, die in Jeruzalem wonen, niet verdreven. De Jebusieten wonen tot op deze dag met de Benjaminieten in Jeruzalem. En het huis van Jozef trok ook op naar Bethel. En de Heere was met hen. Verder stuurde het huis van Jozef verkenners naar Bethel. De naam van deze stad was vroeger Luz. Er lag een stukje over, er komt een soort man uit. En die man die wordt dan later gespaard. Maar die gaat dan toch weer ergens anders een stad bouwen. Vers 27. Manasse verdreef de inwoners van Bethsean en de bijbehorende plaatsen niet. En evenmin die van Taanach en de bijbehorende plaatsen. De inwoners van Dor en de bijbehorende plaatsen. De inwoners van Gibleam en de bijbehorende plaatsen. De inwoners van Megiddo en de bijbehorende plaatsen. De Kanaanieten wilden in dit land blijven wonen. Toen Israël echter sterker werd, gebeurde het dat het de Kanaanieten herendienst oplegde, maar het verdreef hen niet helemaal. Ook heeft Efraïm de Kanaanieten die in Gezer woonden niet verdreven. Maar de Kanaanieten bleven te midden van hen in Gezer wonen. Zebulon heeft de inwoners van Kitron en de inwoners van Naholei niet verdreven. De Kanaanieten bleven te midden van hen wonen en werden tot herendienst gedwongen. Aser heeft de inwoners van Akko en de inwoners van Sidon, Achlab, Achzib, Gelba, Afik en Rehob niet verdreven. De Azerieten bleven echter te midden van de Kanaanieten wonen. De bewoners van het land, want ze verdreven hen niet. Naphtali heeft de bewoners van Beth-Semes en de inwoners van Beth-Anat niet verdreven. Ze bleven te midden van de Kanaanieten wonen. De bewoners van het land waren dat. En de inwoners van Beth-Semes en Beth-Anat werden echter tot herendienst voor hen gedwongen. En de Amorieten drongen de Danieten het bergland in, want ze lieten hun niet toe af te dalen naar het dal. Verder wilden de Amorieten in Harheres en Ajalon en in Saalbim blijven wonen. De hand van het huis van Jozef drukte echter zwaar op hen en ze werden tot herendienst gedwongen. En het gebied van de Amorieten strekte zich uit van de Schorpioenpas tot vanaf Sela en hoger. Tot zover. Natuurlijk hebt u zich nu de vraag gesteld, wat moeten we daarmee? Waarom een heel seizoen wijden aan dit bijzondere boek uit de Bijbel? Moeten we nu weten wat ze wel en wat ze niet hebben gedaan? Is dit een soort geschiedenisles? Moeten we dan precies weten hoe het toen ging? Zoveel jaren voor Christus en dat gebeurde op een ander tijdstip. Is dat ongeveer de insteek? Mijn antwoord is nee. Ik zal u proberen het helder te maken waarom toch graag over dit Bijbelboek wilde spreken. En ik hoop ook dat het direct helder wordt voor u. In het Nieuwe Testament hebt u een heel bijzonder Bijbelboek waar het gaat over de zegen.
En dat is de brief aan de Efeziërs. U bent volgens Efeze 1 vers 3 gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. En het wordt helemaal uit elkaar gezet, aan u getoond. Wat zijn die zegeningen? Nou, dat je de Heer Jezus kent als je heiland, als je verlosser. Dat je mag weten dat je schuld weg is, dat je zonden vergeven zijn. Dat de Heilige Geest in je is. Dat God je Vader je lief heeft. En dat Hij wil dat je bij de Heer Jezus bent. Nog sterker, dat je één bent met Hem en erfgename bent samen met Hem. Hij is de erfgenaam, maar jij bent ook erfgenaam. Dat je onberispelijk bent voor Gods aangezicht. De ene zegen is nog mooier dan de andere zegen in die brief aan de Efeziërs. Maar in Efeze 6 staat ineens, en nu moet je wel wat doen. Moeten we dan toch werkheiliging toelaten? Moeten we dan toch nog iets doen om ons behoud te krijgen? Nee. Luther had het goed toen. Hij had ook dingen niet goed. Daar gaan we het ook niet over hebben. Maar hij had dit goed. Dat werkheiliging niet kon. Dat je er niets, maar dan ook niets aan kon toevoegen. Alles is door God gedaan. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Je hoeft er dus niks aan te doen. Het is Gods gunst, het is Gods genade. En die geweldige zegen wordt dan in Efeze 6 gekoppeld aan... en nu moet je wel je wapenrusting opnemen. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Niet tegen de inwoners van Debir, niet tegen de inwoners van daar... en de inwoners van dat en de inwoners van zus. Maar onze strijd is dus niet tegen vlees en bloed. Niet de Rotterdammers tegen de Amsterdammers of zo. Bij het voetballen is dat een beetje zo, maar... in de Bijbel niet. Maar onze strijd is er wel. Tegen machten, tegen heersers in de hemelse gewesten. Dat is moeilijk, hè? Hemelse gewesten. Is dat het wolkendek? Is dat bij mist wat lager dan zonder mist? Al die vragen mogen komen. Maar er is wel een strijd. En die wapenrusting wordt in 7 stukjes aan u getoond... En die moet die complete wapenrusting moet u opnemen. Helemaal. Waarom zeg ik dat? Omdat het bijzondere is van de Bijbel dat er vaak een tegenboek is. Het boek Jozua in het Oude Testament is eigenlijk te vergelijken met de brief aan de Efeziërs in het Nieuwe Testament. Dat is echt voer voor mensen die bijbelstudie willen doen. Dit is mooi. Want in Jozua zegt de Heer, kijk, het hele land ligt open. Alle zegen is er. Gezegend met alle, nou niet geestelijke zegen, dat zegt de Heer niet. Maar met alle zegeningen die ik maar te geven heb. Van oogst, van land en van dauw en regen en van zorg van mijn kant. En Jozua moest aan de slag. Ook Jozua moest strijden. Heeft 31 koningen verslagen. Machthebbers hier op aarde. Zeg maar burgemeesters van die stad. Die worden allemaal koningen genoemd. We zouden ze vandaag misschien wel burgemeester noemen. Want groter was hun koninkrijk niet. En al die koningen zijn verslagen. Jozua heeft de wapenrusting van de Heer opgenomen. Heel typisch. Ik ga niet over Jozua veel zeggen. Want u weet dat het... bijzonder is hoe hij Jericho verslagen heeft en hoe hij Aiges verslagen heeft. En hoe dat ging in Ajalon, met het dal van Ajalon, zon staat stil. Ja, daar breken de mensen nog hun hoofd over, nog steeds. Want de zon stond al stil, samen. Al die verhalen, die ken ik echt wel. Maar u zegt misschien ook wel morgen vroeg, de zon komt op. Maar die komt helemaal niet op. U draaide ervoor langs. Nee, maar uw taalgebruik is precies als... zon staat stil. Dat is precies hetzelfde. Maar goed, Jozua mocht die zegen die Yahweh, die de Heere had voor zijn volk, gaan binnentrekken. En elke stap die hij deed, elke plek waar hij zijn voet zette, dat zou hun eigendom worden.
U en ik worden uitgenodigd om de zegen die wij hebben, dat is niet een stukje vierkante meter grond, dat is niet een plekje ergens, zeg maar Siddeburen of Slochteren of Schildwolde of Helm, drie grote steden in het Grunningenland. Dat is het niet. Onze zegen is zegen in de hemelse gewesten. En in de hemelse gewesten, dat is niet hetzelfde als de hemel. Want in de hemelse gewesten, daar moeten we strijd leveren. Daar hebben we die wapenrusting voor nodig. Dat is ook in de hemelse gewesten. Waar onze zegen is, daar moeten we ook het strijdperk binnentreden. Nu, Jozua en de brief van de Efeziërs zijn bijna parallel boeken. Alleen ging het bij Jozua om de aardse zegen. En in Efeze gaat het om de geestelijke zegen. Maar de parallellen zijn er. En u gaat het boek Richteren u vertellen hoe je praktisch die zegen kunt behouden. En hoe je praktisch van die zegen kunt gaan genieten. Het boek Richteren loopt natuurlijk direct na het boek Jozua. De naam Jozua werd al 2 keer genoemd in ons eerste hoofdstuk al. En dat komt nog een paar keer. In het Richterenboek gaat het erover dat je de zegen die God gegeven heeft ook werkelijk kent, geniet en daarin tot zegen bent. En daarom is het een bijzonder boek. Want nu kom je ineens, oh ja, hoe lukte het de vijanden om die zegen weg te kapen? Hoe lukte het de vijand om te roven en te stelen, om de oogst binnen te halen die zij gezaaid hadden? Die lui die wisten ook precies wanneer ze kwamen. Die kwamen echt niet als de boeren aan het zaaien waren. Die kwamen als de oogsttijd aangebroken was. Logisch toch? Dan konden ze buit binnenhalen. Dan konden ze meenemen. En dat deden ze. Zodat ze verarmden, zodat ze honger kregen. Het voedsel, dat werd weggehaald. Wat zou het voedsel zijn dat vandaag wordt weggehaald door de tegenstander? Het is een voor mij bekend lied dat zegt: Jezus is het brood des levens, van de hemel neergedaald. Hij geeft aan de zielen voedsel waar geen andere spijs bij haalt. Wat is onze zegen? Nou, in de allereerste plaats de Heer Jezus. God gaf zijn Zoon. En vervolgens dat bijzondere boek, de Bijbel. En die Bijbel gaat echt in zijn geheel over Hem. Die gaat niet over jou in de eerste plaats. Je komt er wel in voor. Maar meer als iemand die zegen krijgt. Maar het gaat in de Bijbel over de Heer Jezus. En als die Bijbel dicht blijft, dan is het met de zegen gedaan. Heel actueel voorbeeldje. Televisie. Ik kijk niet altijd, soms wel. Dat is een programma voor de EO. Toen was geloof nog heel gewoon. Vorige week was dat de laatste uitzending. Laatste aflevering. En de reporter, die ik goed ken overigens, en u kent hem ook, verbaasde zich toen hij op die zogenaamde Bible Belt was. Dus dat was in Barneveld, in Voorthuizen, in Elspeet en in wel andere plaatsen. Dat de kerken daar stamp en stamp vol zaten, terwijl op andere plekken complete leegloop is in de kerken. En de ene kerk naar de andere verkocht wordt. Daar maken ze een cultuurhuis van of woningen, van alles. Maar goed, dat proces is aan de gang. Hoe kan het nu dat juist daar, en hij vroeg zich dat af, de reporter, en misschien heb je het gezien, dit moet een wonder zijn, dat er daar zoveel mensen, ook jonge mensen, naar de kerk gaan en ook kinderen meegenomen worden naar de kerk om daar te genieten. Wat is het verschil? Het verschil is dat het woord van God daar nog open gaat. En die anderen, die hebben dat woord van God een beetje, ik wil niet hard oordelen, maar een beetje losgelaten. En ze zijn het kwijt. Er is niks meer. En als er geen eten is, dan heeft de vijand de oogst binnengehaald. Begrijp je wat ik bedoel?
Dan zit je midden in het Richterenboek. Dan zit je er al midden in. Dit is een hele actuele beschrijving van onze tijd. Van wat er vandaag gebeurt. En als we niet oppassen, dan zijn we de een na de andere verliezer geworden. Dan zijn we alles kwijt. En daarom wilde ik zo graag dat dit bijzondere boek uit het Oude Testament een plekje krijgt in uw denken en in uw hart. En dat is heel zegenrijk, dat kan ik u verzekeren. Er zit heel veel zegen in ditzelfde bijzondere boek. Dus het is een vervolgboek op het boek Jozua. Jozua, Richteren. Rut hoort daar ook nog bij, in de tijd dat de Richters richten. Nou, Richters, dat is een beetje een term die we niet kennen. Rechters kennen we wel in de NBV-vertaling, Nederlandse Bijbelvertaling, worden ze ook rechters genoemd. Dus niet richters, maar rechters. Dat is de taal die je daar ziet. En dat is correct. Dat zijn dus de mensen die de vonnissen moesten uitspreken. Dat zijn dus de mensen die de leiding hadden, die het voortouw namen. En die worden in de oude taal dus richteren genoemd. Mensen die gericht dienden, het gericht dienden. En de hamvraag is, wie zouden dat dan vandaag zijn? Hebben je in eigen gemeente mensen die het voortouw nemen als het gaat om de dingen van de Here? Dat de vijand nog precies hetzelfde is, dat zegt de Bijbel. Zijn gedachten, de gedachten van de duivel, de gedachten van de Satan, zijn ons niet onbekend. Hij denkt nog precies als vroeger. Hij wil in de troon en daar past niet de Heer Jezus en daar past ook niet God de Vader. En jij helemaal niet. En hij wil ons eigenlijk meesleuren in zijn eigen ondergang. Hij wil ons meenemen naar de plek waar hij zelf uiteindelijk komt. Ik kan het niet uitstaan dat hij, die een verkeerde keuze heeft gemaakt, daar alleen zou zitten. Sorry hoor. Hij zit daar niet alleen, want alle die hem geloven, die komen daar met hem. En dat is angstig. En als je aan je eigen familie denkt, aan je kinderen denkt of aan je kleinkinderen denkt, dan krijg je misschien wel een beetje benauwdheidsgevoel van, hoe moet dat nu? Hoe gaat dat nu ooit goedkomen? Nu, dat is de achtergrond van het boek. Het Richterenboek. En het Richterenboek mag u dus echt zien als een praktisch boek om de zegen van de Heere binnen te stappen. Dat mocht al in Jozua, maar ze waren het ten deel al kwijt in Richteren 1. Want ze kwamen daar niet en ze hebben dat niet en ze hebben dat niet. Ze hebben dat niet en dat lukte hen niet en ze kwamen niet verder. En ze stonden voor een muur en die lui die er vroeger woonden, die hadden weggemoeten, maar die zitten nog midden onder hun bestuur. Die zitten nog midden. Soms moesten ze wel schatting, belasting betalen, herendienst en zo hadden ze dan. Dat betekent dus dat ze iets moesten betalen. Maar soms drongen die mensen die er vroeger waren hen ook nog terug. Het bergland is. Nou, het bergland is nooit het prachtige land geweest van Israël. De dalen waren vruchtbaar, maar de bergen nooit hoor. Als er staat in de Bijbel dat de bergen druipen, nou, dan komt het omdat God een bijzondere zegen gaat geven. Dan gaan ze druipen. Maar normaal was de akkerbouw, de oogst was in het dal. Daar was vruchtbaarheid. En Israël mocht daar wel op die bergen, op die berghelling wonen. Maar ja, om daar een tuintje te hebben op de rotshelling, dat was niet zo makkelijk. U voelt dat wel. U kunt het best plaatsen. Dit is de achtergrond. De zegen van toen was een lijfelijke, letterlijke, aardse zegen, hier beneden. En de zegen voor jou en voor mij is een hemelse. Maar ook van dat hemelse zegengebied weten de meeste gelovigen niks van. Sommigen krijgen bijna nooit de kans om tot een bekering te komen. Dat wordt bijna altijd ontkend of dat wordt afgeraden. Ik ga niet alle kwalijke dingen zeggen die ik zou willen zeggen, zou kunnen zeggen. Maar om mensen nou te zeggen, die zijn echt in de volle zegen van de Heere, die staan echt te jubelen, want zij zijn gezegend met alle geestelijke zegening. Nou, vraag ze dan eens, wat is dan die zegen? Ja, nou, dat ik toch wederom geboren zou mogen worden. Nou, dat is ook zo. Daar begint het wel mee. Maar dat is het prille begin van de zegen. Dat is niet het sublieme, het hoogtepunt van de zegen. Dat is het begin.
wedergeboorte, leven uit God. Nou, dat is al een hele mond vol in heel veel gevallen. Maar om nou te zeggen, nou, maar ik mag me met de Heer Jezus zien in het huis van de Vader en ik mag weten dat ik deelgenoot ben van de goddelijke natuur. Ja, dat zijn termen uit de Bijbel, hoor. En ik mag daar zijn waar de Heer Jezus is en ik ben erfgenaam en mede-erfgenaam van Hem. En ik mag me echt verheugen in de geweldige rijkdommen die nog gaan komen. Schitterende vooruitzichten. Tel uw zegeningen. Ja, we zijn dus al blij, zoals ik zei, met een beetje genade. Mocht het nog een keer gebeuren dat God ons genadig is. Nou, God is genadig. Hij kan niet eens anders dan genadig zijn. Hij is genadig en Hij wil je helpen. En het zenden van de Heer Jezus heeft dat laten zien. Echt waar. Toen niemand in staat bleek om die geweldige zegen van Hem binnen te gaan, heeft God zijn Zoon gezonden, niet gespaard, maar Hem voor jou en voor mij willen overgeven. En het geweldige van de Heer Jezus is dat je nu door het geloof in Hem in die zegen geplaatst bent. Nu ben je met Hem gezegend, in Hem gezegend. Met Hem geweldig rijk, met Hem erfgenaam, met Hem deelgenoot van de goddelijke natuur. Denkt u goed over dat woordje na. Het is echt de taal van de Bijbel. Dat u, zoals Hij deel had aan de natuur van Yahweh, jij ook dat hebt. Leven uit God geboren. Niet nog een keer geboren, dat lost niks op. Maar van God uitgeboren, dat betekent dat je helemaal nieuw bent. Splinternieuw. Splinternieuw leven. Nou, zo mag je kijken naar dat Richterboek. En dat is uniek. Dat is echt heel bijzonder. Nou, dan gaat het mij niet om al die details van A en B en plaats D en C of zo. Of D en E en G. Dat is niet zo. Je mag er binnen stappen. Zou je vandaag echt heel stilletjes naar de Heer willen zeggen? Ja, maar dat wil ik ook graag, Heer. Ik wil zo graag in uw zegen binnengaan. U hebt die zegen voor mij bereid. Zoals de zegen klaar lag voor Israël. Ze hoefden er alleen maar op te gaan staan. En u en ik, we mogen de zegen van Yahweh binnenstappen, de zegen van de Heer Jezus binnengaan, alleen maar door er op te gaan staan. Dit tot ons eigendom te maken. Nou, en dan komen er allerlei details in het eerste hoofdstuk al, die heel bijzonder zijn. We zullen in de verdere hoofdstukken heel precies zien waar de vijand op gericht is en wat hij doet en wat hij aan methodes heeft en hoe hij het precies versiert. Dat komt helemaal uit de verf. Het type vijand en de manier waarop het gaat, heel bijzonder. En dat maakt ons ook waakzaam, dat maakt ons ook alert. En dat geeft misschien nieuwe impulsen. En ik hoop dat dit boek ertoe leidt dat er een opwekking komt. Want iedere keer als er weer zo'n rechter kwam, zo'n man die het voortouw nam, kwam, dan was er een soort opwekking. Dan begon het weer. Dan was weer, ja. En soms hadden ze 40 jaar rust, soms 20 jaar en soms zelfs 80 jaar. Dat kwam ook voor. Dan is ineens, nu zitten we midden in de zegen. Nu, stel nu dat er een opwekking plaatsvindt en één van ons wordt door de Heere gebruikt als voortouwman, als rechter, richter, voorloper. Wat zal er dan gebeuren? Een schitterende zegen voor velen. En de Heere wil jou nu in deze serie instrueren om zo'n voortrekkersrol te gaan vervullen. Om zelf aanwezig te zijn met de gedachte van, Heer, ik kan het ook niet. Weet je, wat we zien bij Gideon, Heer, ik ben de kleinste in mijn familie. En mijn familie is ook al niet zo'n hele grote familie. Het is maar een heel klein clubje. Maar hier ben ik. En moet het dan met een leger van 32.000 mensen? Nou nee, 22.000 moesten weg. Maar moet het dan met een leger van 10.000 mensen? Nee, ook niet. 300. Noemen we Gideons bende. Maar dat bleef erover. Maar die harde wapens, nou, daar ril je van. Daar zou je vandaag de hele criminele circuitjes van Nederland mee kunnen uitroeien. Nee dus. Wat voor wapens? Nou, een adenkruik. Nou, daar kun je wat mee. Die kun je één keer op een kop van een vijand slaan, dan zie je adenkruikstuk. En er zat een fakkel. Ja, daar kun je ook wat mee. En er zat een soort trompet in, een soort bazuin in. Nou, daar moet je het mee doen. U begrijpt het. Het zit hem niet in de kracht die wij zouden hebben.
Dat moet ook in dit boek duidelijk worden. Wordt ook in dit boek duidelijk. En als je denkt aan een van die richters die het dan ook nog helemaal verknalt, Simpson. Ik zei vanmiddag in een klein gesprekje dat ik een hele mooie tekst heb in het Richterenboek. Dat is een hele rare tekst. Maar ik vind hem heel mooi. Daar heb ik jaren van genoten. En nog. Dat is uit de geschiedenis van Simpson. Dus een van die latere richters. Die heeft uiteindelijk zijn geheim prijsgegeven aan Delilah. En die Delilah die heeft een schaar gepakt en de haren afgeknipt van Simpson. Daar zat zijn kracht in. Dat lange haar, zal ik uitleggen dan, is een beeld van toewijding. Nou, als de toewijding er afgeknipt wordt, dan is de kracht verdwenen. Weerloos was die. De toewijding was weg. Ik haal dat straks wel aan, als we daaraan toe zijn, uit het boek Numeri van de Nazireer. Als u en ik geen toewijding meer hebben voor de Heer Jezus, hebben we ook geen kracht. Dat kunt u wel denken. Dat dacht Simpson ook even, als de vorige keren. Hij werd wakker. Hij zei, nou, ik zal me even losrukken. Nou, nee dus. Dat is voorbij. Dat is over. Ze steken hem zijn ogen uit. Zijn haren waren afgeknipt. Er zat er één tekst bij. En dat vind ik genade van God. Vanaf het moment dat zijn haar was afgeschoren, begon het weer aan te groeien. En nu zei hij, ja, dat zei de kapper ook al. Als je één keer in de 4 weken bij die man kwam, ja, het begon weer aan te groeien, dus je bent er weer. Ik weet het wel. Maar de Heere zegt, ook al heb je gefaald, ook al ben je, ik weet niet hoe vaak, de mist ingegaan, vanaf het moment dat dat gebeurd is, begin ik met jou opnieuw. Bent u niet blij dat uw haar groeit? Nee, maar alleen al dit beeldje. Alleen al dit kleine stukje tekst. Vanaf het moment dat je haar is afgeschoren, begint het weer aan te groeien. Begint de Heere God, hij geeft je geen tweede kans. Hij geeft je misschien wel de 112e kans. Of de 1212e, of vul maar in, kans. Hij geeft je opnieuw de mogelijkheid om verder te gaan met hem. Richteren is een bijzonder boek. Dat heb ik nu willen zeggen. Een van de mensen die direct al in hoofdstuk 1 naar voren kwam, dat was een Adoni Bezek. Dat was een koning daar over Bezek. Dat was een plaats, dat was een van die dorpen of van die stadjes. Dat vond u in hoofdstuk 5. In vers 4 ook al. En ze versloegen hen bij Bezek, 10.000 man, dat is het eind van vers 4. En ze troffen Adoni Bezek in Bezek aan. En die hebben hem verslagen. Hij heeft eventjes een vluchtpoging gedaan, maar dat lukte niet. Ze grepen hem en ze hebben hem duimen van zijn handen en van de grote tenen, dus de grote tenen ook afgehaakt. Waarom hebben ze dat gedaan? Nou, omdat hij dat zelf ook deed. Hier staat dat die man 70 koningen van wie de duimen van hun handen, vers 7, en van hun handen en hun grote tenen afgehaakt waren. En die zaten onder zijn tafel, en moet je nagaan, koning. Zeg maar een stad als Nijverdal of als Sliedrecht. Sliedrecht is misschien nog te groot voor hem, maar bij wijze van. Je moet niet denken aan miljoenen steden of zo. Het zijn gewoon van die dorpen. Hoe kunnen er anders 31 koningen zijn in zo'n klein landje als Israël? En die zaten onder die tafel en die raapten de kruimels op. Nou, dat was een soort vernedering, een permanente vernedering. En ik weet niet of je weet wat de duimen doen. Je kunt niks meer pakken zonder een duim. Die duim die is opponeerbaar, zoals dat heet. Weet je wel. Die kun je dus bewegen, die kun je bij al die andere vingers krijgen. Als dat niet kan, dan proberen we ze wat te pakken zonder een duim. Wordt moeilijk. En evenwicht is ook weg als de grote tenen eraf zijn. Je kunt er niet meer lopen. Je bent gehandicapt aan je handen en aan je voeten. Dat is precies wat hij wilde. Vernedering, complete vernedering. Weet je wat de duivel wil van jou en mij? Zo'n figuur maken. Zonder kracht, zonder dat je iets kunt. En je weggetjes die zijn, nou ja, de evenwicht is zoek. Dus je slingert wat en je doet wat. Je doet verwoede pogingen misschien.
Maar je komt eigenlijk nergens. Dat is precies wat hij doet. En die Adoni Zedek, die werd dus ook verslagen. En ook hem werden de duimen en de grote tenen afgehakt. En zo was hij daar in Jeruzalem, waar hij ook later gestorven is. Probeer het. Adoni Zedek. Adoni betekent Adonai of Heer. Hij was Heer in Zedek, in dat plaatsje Zedek. Maar u kent nog een Zedek. Melchi. Oh ja. Melchi Zedek. En die is koning van de gerechtigheid. Zedek betekent gerechtigheid. Melchi Zedek was koning van de gerechtigheid. En bovendien, koning, dat was zijn naam. En koning van Salem, dat was de plaats waar hij woonde. Koning van de vrede. En hij was priester van God de Allerhoogste. Weet u, die Melchi Zedek was koning van Zedek. Deze was heer van Zedek. Adoni. Of Adonai Zedek. Maar die Melchi Zedek, zegt de Bijbel in Psalm 110... en in de brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 7 en 8... dat hij echt alleen maar heen wijst naar de Heer Jezus. Zo'n priester hadden we ook nodig. Zo'n hoge priester zoals Melchi Zedek was. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen, einde van leven. Zo'n priester hadden we ook nodig. Weet u dat de Heer Jezus u gekocht heeft? Dat hij de Satan overwonnen heeft voor jou, als je gelooft in de Jezus? Hij heeft de Satan overwonnen. En hij heeft jou tot zijn eigendom gemaakt. Om je daarna te vernederen, onder zijn tafel te laten liggen en de kruimeltjes te laten oppeuzelen, zonder dat je eigenlijk de kracht had om ze te pakken. Omdat je geen duim meer had. Je kon niet meer lopen, je kon eigenlijk niks meer. Was het de bedoeling van die koning om je zo te vernederen? Nee. Weet u, ik had vanavond, voordat we hier naartoe gingen, een gesprekje met Ab en Ria en bij een kopje koffie over bedekken. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, toen heeft God Adam en Eva bedekt met de vellen van een dier. Zodat hun naaktheid niet zichtbaar werd. Daar heb u. Toen Noach helemaal naakt in zijn tent lag, Genesis 9... heeft Gam dat gezien. En die denkt, ja, dat een mooie vader heb ik. Dus die begon gelijk te tokken met zijn broers over wat hij daar gezien had in die tent. En die andere broers, dat waren Jafet en Sem, die hebben een kleed genomen. En die zijn achterwaarts diezelfde tent binnengelopen en hebben dat kleed over Noach gegooid, laten vallen. Ze bedekten zijn naaktheid. Wat doe jij als je een ander ziet die verkeerd handelt? Ga je er met je buren over praten? Of met je broers en zussen? Broeders en zusters? Of ga je bedekken? Liefde, 1 Korinthe 13, bedekt alle dingen. Ik heb vanavond een tekst voorgelezen daar in Huizen de Jong, P. Rijsdijkstraat. Ik weet niet meer het nummer, maar daar ergens. Uit Spreuken 25. Je kunt het toch even lezen. Het is misschien wel goed dat u het leest, dat u het hebt. Spreuken. Die Spreuken 17, vers 9. Spreuken 17, vers 9. Een hele mooie tekst, vind ik. Spreuken 17, vers 9. Wie de overtreding toedekt, deze vertaling, zoekt liefde. Maar wie de zaak weer oprakelt, dat deed Gam, maakt scheiding tussen de beste vrienden. Wat doet u met verkeerd gedrag? Wat doet u met
Adonai Zedek, die zo 70 mensen vernederde, continu, permanent, dag in dag uit onder zijn tafel. Om ze te laten eten van de kruimeltjes, maar ze konden het eigenlijk nauwelijks pakken. God, nog een tekst uit Spreuken, Spreuken 25 vers 2. Spreuken 25 vers 2. Ik heb in de vakantie Spreuken gelezen, daar had ik tijd genoeg voor. 25:2. Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, te bedekken. Maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. Nou, ik snap wel dat een koning hier die gaat zeggen, nee. Nee, wat fout is, is fout. En het ondersysteem moet boven, dat is de koning. Het recht moet zijn loop hebben. Dat moet gebeuren. Maar is dat bij God ook zo? Nee dus. Is God dan onrechtvaardig? Nee. Maar het is een eer voor God om te bedekken. Wat zei de Heer Jezus toen ze daar aan het kruis stonden te schreeuwen en te brullen? Vader, vergeef het hun. Hij bedekte ze. Want ze weten niet wat ze doen. Adonai Zedek heeft hun dagelijks getreiterd met zijn overwinning. En hen continu zout in de wonden gewreven. En weet je wat onze koning doet? Hij geeft je een ring. Ik denk aan de verloren zoon. Ik denk aan Jozef. Hij geeft je een ring. Niet een duim eraf, een ring eraan. En hij gaat niet je grote teen afhaken. Hij gaat je sandalen geven, schoenen geven. Gods schoenen. We hebben al vaker geroepen, als jij je schoenen niet uitdoet, dat is ook het boek Genesis, Exodus, als Mozes bij die braamstruik staat, dan moet hij zijn schoenen uitdoen. Nou, als jij je schoenen niet uitdoet, kan God zijn schoenen niet aan jou doen. Dat is daar de opdracht. Adonai Zedek is een heidense man. Maar Melchizedek, en dan even tussen aanhalingstekens, Christus, de hoge priester, de echte priester, heeft jou en mij aan onder zijn tafel laten kruimeltje zoeken. Ik wil het zo graag voorzichtig zeggen. Je wordt aan zijn tafel genodigd. Je mag met Melchizedek, nee, wordt hier, Mephibosheth, aanzitten aan des konings tafel, dag in dag uit. Je ziet hoe het verschil hier al scherp wordt. Als je die club hebt, als je die kleur hebt, nou, dan kom je hier terecht. En als je die andere kleur hebt van Gods zegen, van Gods bemoeienis, van Gods genade, dan ga je genieten van dag 1 tot dag nummer laatst. Dat gaat niet meer op. Dit gaat door. Dit is optimaal genieten. Nou, zo gaat het steeds door. U kunt al die onderdelen in dit kader plaatsen. En het gaat me niet om dat ik alle versen van het Richterenboek uit de doeken doe en precies ga uitleggen wat vers 12 en 13 betekenen. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat er toen al leiders ontbraken. En dat is wel een soort terugkomend refrein in dit Richterenboek. Leiders ontbraken in Israël. En als u mij vraagt wat zou vandaag de oplossing zijn, mensen die voor God opstaan en die Gods woord opnieuw hanteren en leiding geven. Leiders. Als er al een is, een broer van Caleb, dat is een jongere broer, dat is Kenas, en die heeft een jonge zoon en die heet Othniel. Nou, dat was zo'n man. En die kom je later weer tegen. Dat zijn we die mannen die op dat moment opstonden, die iets deden. Maar wat doe jij dan vandaag als het gaat om de Heer Jezus? Wat doe jij als je echt zegt, we zijn gezegend met alle geestelijke zegen. Het is zo overvloedig, we kunnen het bijna niet behappen, we kunnen het niet hanteren. Maar hoe ga je daarmee om en wat is dan nu aan de orde? Nou, A, dat je gaat zien wie de Heer Jezus is. En B, wat Gods plan is met je. Maar vooral wat Gods plan is met die Heer Jezus. Want het hele Bijbelboek
niet alleen dit boek, maar alle Bijbelboeken, gaan over dat plan van Jahwe, dat plan van de Heer met de Heer Jezus. Hij zal schitteren, hij gaat regeren, hij gaat heersen. En daarom wordt gezegd dat overwinnaars zullen met hem aanzitten, zullen met hem in de troon zitten, die zullen met hem 1000 jaren regeren. Dat zijn de overwinnaars. En wij vandaag, ja. Nou, we zijn nog blij dat we nog een klein beetje koren in veiligheid kunnen brengen. Gideon citeert nu uit ditzelfde boek, maar komt nog aan de orde. Weet je wat die zegt? Nou ja, dat is nog een heel klein beetje over. Dat probeer ik dan nog te zuiveren van kaf en zo. In de wijnpersbak, ook nog op een stiekem plaats, maar daar verwacht de vijand het niet. En dan, daar moeten we maar. Waar komt de armoe in het christelijke leven vandaan? Waarom roep je iedere keer van, we hebben honger, we krijgen niks meer. We horen niks meer, we horen nooit meer iets over de Heer Jezus. We worden niet gevoed, want hij is het echte voedsel. Hij is het manna, zegt een ander lied, dat de ziel verblijdt. Dat is het manna uit de hemel, hemelbrood. Waar komt het u vandaan dat we zo appetijtelijk uitkijken naar voedsel, terwijl we eigenlijk het binnen handbereik hebben? Ik weet dat mensen nu wel naar spectaculaire dingen willen, naar manifestaties van kracht en van bovennatuurlijke of buitennatuurlijke krachten. En waar van alles gebeurt, maar als het hier om gaat, ja, dat is van vroeger. Ik was een paar weken terug ergens en ik wou een lied opgeven aan een bepaalde liedbundel. Nou, heb je er ooit van gehoord, zeggen ze daar. Waar ze vroeger mee gepokt en gemazeld waren, waar ze helemaal aan gewend waren. Maar die zingen ze niet meer. Is voorbij. Johannes de Heer is uit de mode, is oud. En dit ging dan om een bundeltje geestelijke liederen. Maar dat laat ik me even los. Maar het is weg. Hoe komt het toch dat we zo lauw zijn, zo passief zijn en niet meer weten hoe het moet en ook bijna geen houvast meer hebben? We zijn bijna alles kwijt. Nou, dat is nu exact wat hier gebeurt. En die Otnia, die dan eventjes de kop opsteekt en dan toch Kiryat Sefer, de stad van de boeken. Nou, de universiteitsbibliotheek, zo zou je zeggen, de stad van de boeken. Hè. Die heeft hij ingenomen, heeft hij dan veroverd. Nou, dat wordt aan tijd. Maar als beloning krijgt hij Achsa. Dat is best aardig als je een vrouw krijgt. Maar die krijgt een dor stuk land. Die wil ook hoog gelegen. Maar die zegt, dat is er niet wat ik nodig heb. Ik moet ook hoog gelegen en laag gelegen. Dus bronnen hebben als ik hoog woon en ook bronnen hebben als ik laag woon. Ik moet ze beide hebben. En ze krijgen ze ook. Zou dat niet vandaag onze mentaliteit moeten zijn? Heer, we willen zo graag verder. We willen met u verder. Maar u wilt ons zegenen. U wilt ons bemoedigen. U wilt ons die hooggelegen en ook die laaggelegen bronnen geven. De hooggelegen bronnen voor mij zijn niet alleen bronnen die, laat maar zeggen, op de Nijverdalse berg liggen. Nou, die is niet zo hoog hoor. Daar kom je makkelijk overheen op de fiets. Maar hooggelegen bronnen zijn de dingen van de hemel. En de laaggelegen bronnen zijn hier op aarde. Dat zijn de hemelse zegeningen, maar ook de route die ik moet lopen hier op aarde. En de Heer wil ze geven. Want de Heer Jezus zei, die uit de hoge kwam hij neer. Nou ja, heel wat kerstliederen. En hij is hier op aarde gekomen. En ook hier waren bronnen. Het is zo bijzonder dat je in het geloof mag zeggen, ja, dit richterenboek, dat is voor vandaag geschreven. We zitten daarmee. En de ene vijand drukt op en de andere wordt niet verdreven. En de derde die blijft gewoon zitten en die infiltreert en die gaat op alle mogelijke manieren bij ons binnenkomen en maakt onze zegen troebel. Het is gewoon zo. Wat gaat er vandaag gebeuren? En je moet razend voorzichtig zijn. Ik zal maar geen praktijkvoorbeelden noemen, want die zijn er legio. Echt uit de pastorale praktijk van de laatste weken. Het is steeds hetzelfde. De duivel gaat nu proberen om overal brandjes te laten ontstaan. Moeilijke dingen. En ik zeg vanavond tegen Abbe Jong, worden langzaam spuitgas nummer 12. Zo'n brandweerman of zo. Overal moet je een beetje blussen. Want overal is gedoe. In uw gemeente dan niet? Nou, misschien slapen ze dan allemaal. Dat is nu even. Sorry hoor, dat is niet te kattig. Ik weet het wel, maar. Nee, maar dat kan, hè? De stille gemeente van de kerkhof, daar heb je helemaal geen last, zei een broeder vroeger al een keer. Ik heb het goed gehoord. Daar heb je geen tegenspraak. Nee, ze zijn allemaal gestorven. Het werkt ook niet meer.
Ik hoop niet dat u mij... Ik wil niet over uw voorouders praten, of uw vader, moeder. Dat bedoel ik niet. Maar waar is nu die power? Waar is die kracht? Waar is dat elan van Heer Jezus? We mogen met u verder. We mogen met u verder. We mogen door u en in u en met u deze strijd gaan, ingaan. En u wilt ons helpen. U bent de overwinnaar. En met u, zegt de Bijbel, zijn we meer dan overwinnaars. Waarom nu niet? Waarom is het zo zoetsappig geworden? Zo half, zo ingedut. Je hebt de naam van dat gij leeft, openbaring. Maar je zei dood. Je kunt zelf denken dat het springlevend is, maar het is niet zo. Nou, dit is ongeveer de schets van het begin van Richteren, hoofdstuk 1. En geeft aan hoe wij daarin staan. Nou, dat ze in die tijd de Gaza-strook veroverden, super. Je houdt dat niet voor mogelijk vandaag. En Gaza-strook voor vandaag, ik probeer het. Want de Filistijnen, die staan, kom ik tegen hoor, in dit boek. Kom je allemaal tegen, stuk voor stuk, zal ze ook benoemen dan. Dit staat voor mensen die ook in de sfeer van diezelfde zegen zijn, zonder dat ze ooit bekeerd zijn. Die hebben nooit de Schelfzee gehad. De Filistijnen zijn uit Egypte gekomen. Hebben zich genesteld in het beloofde land. Maar ze hebben geen Schelfzee gehad. Ze hebben geen Pascha gehad. Geen schuilen achter het bloed gekend. Ze zijn niet door de woestijnervaringen gevormd geworden. Gekneed geworden. Ze zijn er zomaar in getrokken. En die heb je vandaag. Mensen die het heel goed, die zeggen dat ze het beter weten dan wij. Ze hebben de wetenschap aan hun kant. En dat verhaal van die schepping, dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Nou, ik heb het weer bestudeerd, nog een keer in de vakantie. Genesis 1, minutieus. Jahweh is schepper. En de Heer Jezus, hij is het door wie alle dingen zijn. Om wie alle dingen zijn. En voor wie alle dingen zijn. Hij, de schepper. De Heer Jezus. Dat is weg. En dan komt er een discussiestuk van wel eens niet eens. Nou, dan ga je raden en dan ga je dan weer zeggen dat het allemaal anders is. Nou, we hebben net een achterkleinkind, we voelen ons nu super oud. De eerste, dank u wel voor de felicitaties. Flauw. Nee, maar dit is gewoon een feest. Kindje, je krijgt je in je armen gedrukt. Heb ik natuurlijk eerst uit te janken dat zoiets uit een moederschoot kan komen. Met hersens. Nu al merkbare aanwezige hersens, nu al. Nu 3 weken oud. Onvoorstelbaar. Ja, dat is zo ontstaan. Vanzelf gekomen. Ja, evolutie. Ja. Begon daar en toen ging het weer verder. En toen sprong het over naar Amerika en toen sprong het weer terug naar Nederland. Je moet zo ongelooflijk veel geloof en bijgeloof hebben voor de evolutietheorie. Dat is onvoorstelbaar. Maar je bent het kwijt. Respect voor Jahweh, voor de Heere? Nee. Zondeval? Onzin. Flauwekul. Hebben ze bedacht om je onder de knoet te krijgen en te houden. En het gaat maar door. Nou, dat is nu precies de achtergrond van hier. Van dit boek. Daarom is dit boek essentieel. En is het een hele actuele boodschap van vandaag. En het merkwaardige is, er wordt nooit over gepreekt. Hier Henry, die doet de site van Groeien in Geloof. Die zegt, nou, over alle Bijbelboeken is langzamerhand wel gepreekt en gepreekt en gepreekt. En over hebben we wel 3-dubbel of 4-dubbel of 2-dubbel uitingen. Maar over het Richterboek is nog nooit iets gepubliceerd. Waarom dan niet? Omdat het niet nodig was. Nou, ik ben diep van overtuigd geraakt dat het wel nodig is. En het is om die reden, lieve broer en zus, dat ik dit boek graag met jullie wil doornemen. Ik heb nu een eerste stap gezet. En die eerste stap is al best pittig. Er zit al heel wat in. Hoe sta jij vandaag in jouw zegen? Wat is onze zegen? Nou, dat is niet een aardse, dat is Israël. Dat blijft ook zo. Dat gaat niet weg. Ze zullen dat land beërven. Ik ga het u verzekeren. Ik ga het u met teksten duidelijk maken. De aardse zegen is Israël. Maar u en ik hebben een hemelse zegen. Geestelijke zegen.
Onze strijd is ook niet tegen vlees en bloed. Niet tegen burgemeester, weet niet hoe die heet hier in Sliedrecht. Dat bedoel ik dus niet. Dat is niet een aardse strijd. Niets tegen... En ook als je broer je behoorlijk uit de hoek geeft... dan is onze strijd nog niet tegen die broer zelf... maar tegen de kracht die erachter zit. Tegen de machten en de krachten die hem aansturen. Die hem dwingen om dingen te zeggen... of misschien wel niet te zeggen, of dwars te zijn. Die strijd. En we kijken bij alles naar de overwinning van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft het gedaan. Hij heeft de overwinning behaald. Hij heeft getriomfeerd over Satan en al zijn machten. En de enige bron van overwinning is in hem. In hem alleen. De Heer Jezus. Hij is het. Maar het gaat ook om hem. En daarom bestrijdt de duivel juist hem. Nou, hij kan de Heer Jezus niet uit de rechterhand van de Vader weghalen. Dat kan hij niet meer. Dat is absoluut ondenkbaar en onmogelijk. En wat hij nu doet, is die van hem zijn, om die te pakken. Nou, dat is hem aardig gelukt. En alles wat we tegenkomen aan kerkverlating, aan eigen clubje beginnen, het is allemaal terug te vinden in ditzelfde boek, Richteren. U zult ervan versteld staan hoeveel informatie u krijgt over vandaag, over onze situatie nu. Maar ook dat God iedere keer weer het haar laat aangroeien. He, weet je wel, die taal van Samson eventjes. En een nieuw begin wil maken met jou en met ons. En een nieuwe richter wil geven of een nieuwe koers wil zetten. Dat is schitterend. Dat is Gods genade. God houdt niet op. Hij zal bij je zijn, met je zijn, tot in eeuwigheid. Hij laat je niet los. De duivel probeert om je uit de zegen van hem weg te krijgen. En dan ga je naar de rand en dan ga je discussiëren over van alles en nog wat. En overal brandjes stichten, vuurtjes stoken, barbecuetjes. Sorry hoor, maar dan broeder. Maar dat prachtige van de Heer Jezus, dat komt uit dit boek heel, heel duidelijk naar voren. De Heer zegene ons samen. Amen. Vader, ik wil u danken voor dit bijzondere Bijbelboek. Ik wil u danken voor Richteren. Ik wil u danken voor de Heilige Geest die dit liet opschrijven. Dat geloof ik stellig. En dat het voor ons is, voor mij is vandaag. De Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, dit is gebeurd. Dit alles, al die geschiedenissen, al die verhalen die zijn geschreven. Dat is gebeurd voor ons, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. We danken u daarvoor en we bidden uw zegen voor de rest van deze studies. Voor deze avond danken we u ook. Voor elkaar danken we u dat we elkaar weer terug mogen zien. We willen u ook uw zegen bidden voor elkaar. In de naam van de Heer Jezus. Amen.